Hi, ik ben Sander en ik heb een hele leuke vraag gekregen van Tom. Hoe plant een vis voort? Nou, dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Maar de manier die ik hier onderzoek is kijken naar drijvende eitjes. De meeste vissen planten zich pelagisch voort. Dat betekent dat ze hun eitjes zo loslaten in het water en een tijdje ronddrijven. Die eitjes zijn heel klein en zelfs doorzichtig. Soms zijn ze minder dan een halve millimeter groot en daarom moeten we ze wel bekijken met een microscoop. We proberen dus te onderzoeken hoe dat werkt. En wat we zien is dat er uiteindelijk een soort tussenfase is. Dan is het een soort zwemmende dooierzak. Dan wordt het een larfje, net als bij een kikkervis. Dan krijg je de juveniele vis, een soort puber. En uiteindelijk krijg je de vis zoals we hem kennen. Die vissen planten zich voort met duizenden eitjes tegelijkertijd. Dat komt omdat er heel veel wordt opgegeten. Uiteindelijk hoeven ze zich maar twee keer voor te planten om ervoor te zorgen dat je er evenveel van hebt. Dat zorgt ervoor dat ze uiteindelijk een overlevingsstrategie hebben gemaakt waarbij ze zich met heel veel tegelijkertijd voortplanten.